Vlissingen zegt toch nee tegen de komst van 1100 vluchtelingen. En Raccoon keert terug op de vuilniswagen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Feit is wel dat er twee bewoners van een huis in Wemeldingen dood zijn aangetroffen. Het gaat om een 57-jarige vrouw en een 61-jarige man. De politie sluit een ongeluk uit. Volgens buurtbewoners had het echtpaar relatieproblemen. Maandagmiddag kwam er een melding bij de politie binnen van een buurtbewoner die de zaak niet helemaal vertrouwde, omdat de vrouw niet op een afspraak zou zijn komen opdagen. Wanneer agenten naar de woning aan het herdershoefje gaan, wordt al snel duidelijk dat medische hulp niet meer zal baten. Want in het huis vinden agenten de levenloze lichamen van de man en vrouw. En daarop is de politie met een onderzoek gestart. Dinsdag liet de politie weten dat een ongeluk is uitgesloten. Wat betekent dat er nog rekening wordt gehouden met moord, zelfmoord of een combinatie van die twee. Legt verslaggever Mark Rijk uit. Nou, bij moord moet je dan natuurlijk denken aan dat het paar om het leven is gebracht door iemand anders. Zelfdoding kan natuurlijk ook, dat ze zich beide van het leven hebben beroofd. Of een combi van die twee. En dat zou dus betekenen dat een van de twee eerst de ander om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf om het leven heeft gebracht. Fietsen met de telefoon in de hand. Het mag niet, maar het blijkt toch verleidelijk. Het is alweer 3 jaar geleden dat er een verbod werd ingevoerd. Inmiddels zijn er in Zeeland al bijna 2500 boetes uitgedeeld. De telefoon vasthouden op de fiets. Doet u dat wel eens? Soms. Eigenlijk niet. Nee. Geen muziekje in als je naar school gaat of zo? Dat wel, maar dan wel handsfree en dan één oortje in, zodat ik het verkeer wel hoor. Ik zie het heel veel gebeuren. En niet alleen jongere mensen, ook ouderen die dat doen. En dan krijg je even een appje en dan weet je toch even gaan kijken. Heel verleidelijk. Hier in Goes werden de meeste boetes uitgeschreven voor het vasthouden van je telefoon op de fiets. Ruim 850. En ter vergelijking, in grotere steden zoals Middelburg en Vlissingen was het aantal flink veel lager. Volgens politieagent Edwin Fransen zou dat kunnen komen omdat er in Goes veel scholen bij elkaar in de buurt zitten. Er is een database, daar gaat de gemeente, de politie, Rijkswaterstaat, iedereen die voedt dat systeem. En dan kunnen we zien dat er veel fietsers hier bij ongevalletjes betrokken zijn. Met name in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar. Dus dat is ook de reden dat we dan meer bij die scholen gaan controleren. En ja goed, dan vallen er ook bekeuringen. Volgens de politie wordt er in Goes niet specifiek gesurveilleerd op het appen tijdens het fietsen. Maar worden die bonnen uitgedeeld tijdens reguliere controles in het verkeer. Soms rij je van A naar B en dan tussendoor dan doe je nog even wat controles. Dit jaar werd de boete nog verhoogd van 100 naar 140 euro. En daar komen nog eens 9 euro administratiekosten bovenop. Fietsbestuurders die jonger zijn dan 16 jaar betalen overigens de helft minder. Ja, dat kan ik niet zomaar betalen. Dan zou ik bij mijn ouders aan moeten gaan kloppen. Oké, dat het duurder is, nou, ik denk dat ze het gewoon doen. Het schrikt niet genoeg af, denkt u? Ik denk niet genoeg, nee. Nou, zonder van je geld is het in ieder geval zeker. Maar wat mag nou wel en wat mag nou niet? Je mag niet met je telefoon in de hand fietsen. Dus ook al gebruik je hem niet, je mag hem niet in de hand houden. Je mag wel handsfree bellen en muziek luisteren. En als je wil navigeren, dan doe je dat met een telefoonhouder. Ik was vroeger blij als ik het huis uit was. Dan was ik me niet telefonisch bereikbaar. Dus ik heb er ook zelfs geen bij me. Lekker rustig. Ja. Het is groen. Ik ga groen. Bedankt. Dank u wel, hè. Woningcorporatie Zeeuwland denkt dat de schade voor hun na de tornado in Zierikzee in de miljoenen euro's gaat lopen. Zo'n 300 woningen van de corporatie zijn beschadigd geraakt. Het duurt naar verwachting nog maximaal 2 maanden voordat het exacte schadebedrag duidelijk is. En op dit moment worden de schades nog volop geïnventariseerd. En de schade voor mensen met een koophuis komt naar schatting uit op 850.000 euro, melden de twee grootste verzekeraars in Zeeland. Bacteriën en planten die PFAS uit grond en water halen. Buitenlandse onderzoeken laten zien dat het een manier kan zijn om de vervuiling met de kankerverwekkende stof te verminderen. En dat biedt ook kansen voor Zeeland. Vooral onderzoeken die in Australië en Amerika zijn gedaan, zouden wat op kunnen leveren voor Zeeland. Die laten zien dat er een aanzienlijke reductie van PFAS mogelijk is. Van 16 tot ongeveer 50% laat het onderzoek zien. Wat je ziet is dat die met name die planten
Die nemen de stoffen op in wortels en in blad en stengel. Maar als je het in combinatie doet met bacteriën en schimmels, zie je ook werkelijk dat het afgebroken wordt. Dus dat is ook met name interessant. Die potentie ziet ook de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten. De PvdA heeft aan het provinciebestuur gevraagd geld vrij te maken voor Zeeuwse onderzoeken naar het biologisch afbreken van PFAS. Wat mij betreft moet dat er ook gewoon komen, want wij zijn natuurlijk als provincie ontzettend de sjaak met die hele PFAS-vervuiling. Dus daar moeten om alle kanten moeten zoveel mogelijk hulp en middelen worden geboden om te zorgen dat we daar vanaf komen zo snel mogelijk. En ja, ik zou het niet meer dan normaal vinden dat wij ook landelijk onderzoeksgeld krijgen om onderzoek te doen naar hoe PFAS uit het milieu kan worden verwijderd. Volgens Jouke Heringa van de HZ moet nu eerst gekeken worden in hoeverre die methodes uit het buitenland ook in Zeeland werken. Hij roept dan ook op om snel met een verkennend onderzoek te starten. Waarbij we met name ook even de kennisinstellingen in deze regio samenbundelen om de juiste vragen te stellen, het juiste verkennende onderzoek te doen en daar ook een aantal partijen in Nederland die al actief zijn bij te betrekken. Ja, wij zijn tegen wil en dank een PFAS-hotspot in de wereld. Laten we dan ook zorgen dat de kennis die we nodig hebben om die PFAS kwijt te raken, dat we die ook hier in de provincie ontwikkelen. Zeeland kan daarbij aanhaken bij eerdere onderzoeken die al in Nederland zijn gedaan. In Zuid-Holland bijvoorbeeld is al gezocht naar die PFAS-etende bacterie. Die bacterie zelf is niet aangetroffen, maar de resultaten van het onderzoek zijn hoopvol. Het bedrijf dat die onderzoek heeft uitgevoerd staat klaar met een vervolgonderzoek, maar daar is financiering voor nodig. Zeeuwse partijen kunnen daar makkelijk op inspringen. Het is nog de vraag of de provincie daar geld voor over heeft. Het antwoord op die vraag wordt later deze maand verwacht. Zelfverzekerd en overtuigd liet Vlissingen weten dat ze mee wilde werken aan de opvang van 1100 vluchtelingen op een cruiseschip in de stad. Maar amper een week later trekt de gemeente het voorstel alweer in. De gemeenteraad was zeer verdeeld over het voornemen en ook binnen de coalitie stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. We hebben vorige donderdagavond de raad geconsulteerd, zoals het heet, gevraagd wat zij ervan vonden. De raad had toch nog redelijk wat vragen, wat bedenkingen. Die hebben we meegenomen in onze afweging. En we hebben gemeente moeten besluiten dat er onvoldoende draagvlak was binnen de raad. Zijn er omstandigheden die kunnen veranderen waardoor het besluit heroverwogen zou worden en u misschien toch wel ermee akkoord zou gaan? Nee, dat ligt niet in de lijn der verwachting. We hebben de raad geconsulteerd, die had er een mening over. Dit besluit is voor het cruiseschip in deze omstandigheden negatief. Eerder heeft de gemeente ook al wel gezegd van we zouden het ook alleen maar doen onder die en die en die voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld dat er meer huisartsen zouden moeten komen. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld? Kijk, de toezeggingen van het ministerie waren duidelijk. Wij gaan daarvoor zorgen. Maar vorige week was dat onvoldoende duidelijk. En er moet toch hier een besluit nemen. En als je de raad niets concreets aan kunt bieden, ja, dan is dit het besluit wat er ligt. De staatssecretaris en het COA hebben teleurgesteld gereageerd op de beslissing van Vlissingen. Maar bij de raadsleden overheerst vooral opluchting. Kijk, ze hadden natuurlijk eerst welwillend gereageerd richting de staatssecretaris. Goed dat ze dan de raad consulteren voordat ze een besluit nemen. En ja, in het debat was toch de overgrote deel van de fracties had heel veel kritische vragen en garanties konden er niet worden gegeven. Politie bijvoorbeeld, wachten we nog op antwoord. BOA's. Nou ja, dat bleken geen BOA's te zijn, maar geld voor 4 BOA's. Hebben we ook nog geen uitsluitsel over. Het college had gezegd van nou, dat is prima, maar daar willen we minder statushouders moeten huisvesten. Hebben we ook nog geen antwoord op. Dus ja, ik begrijp dat besluit absoluut. Ik heb eigenlijk nog geen enkele negatieve reactie gekregen dat het college dit besluit heeft genomen. Iedereen zegt ja, verstandig. De SGP-fractie heeft veel kritiek gekregen dat ze donderdagavond tijdens de raadsdiscussie in Vlissingen over het cruiseschip tegenstemde. Het was voor ons een grote worsteling. Want de vluchteling moet je opvangen. Mensen die gewoon ontheemd zijn door allerlei oorlogsgevaar of andere omstandigheden. Niet per se de economische vluchtelingen, de gelukzoekers die er helaas ook bij zitten. Maar de echte vluchteling die willen wij graag opvangen en ook herbergen. Maar het moet praktisch kunnen. Meerdere fracties in de raad vreesden dat het nee van Vlissingen zou betekenen dat ze door het Rijk alsnog verplicht worden om de vluchtelingen op te vangen. Maar die angst is onterecht, legt Jannes Goedbloed uit. De kans is zeer klein, want er is een nieuwe wet voor nodig. En die moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer. En zelfs als die nieuwe wet er is, dan wordt die eerst gebruikt voor gemeenten die helemaal niets doen aan vluchtelingenopvang. Ja, dat geldt niet voor Vlissingen, want in de oude marinekazerne worden vluchtelingen opgevangen. En de gemeente Terneuzen liet deze week weten dat ze opnieuw vluchtelingen gaat opvangen in de oude bibliotheek in de stad.
In het gebouw worden 75 vluchtelingen opgevangen voor een langere periode. En deze toezegging is onderdeel van de Zeeuwse belofte om 225 extra noodopvangplaatsen te regelen. De veiligheidsregio wil het doen op meerdere kleine opvanglocaties. Alle vlaggen en rugzakken zijn al lang weer binnengehaald. Maar nu pas weten we precies hoeveel eindexamenleerlingen zijn geslaagd. Door corona was er ruimte voor een extra herkansing. Dus zag je op scholen deze week nog dit soort taferelen. Hey Mikkel, van harte proficiat. Onze allerlaatste leerling van dit jaar. Nou, top gedaan. Heel blij, neem ik aan. Super blij. Je werd vanmorgen al uit je bed gebeld, heb ik begrepen. Ja, lekker gezet. Nou, ik ben er even heel blij mee. Op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee heerst vandaag dan ook een juichstemming. We hadden echt allemaal zoiets van, oh, we hopen toch zo dat het lukt. En het is hem echt gelukt. Dus we zijn, vanmorgen waren we al in een juichstemming toen de normering binnenkwam van tijdvak 3. En dan is dat gewoon heel mooi dat ook hij erbij kan zijn op de diploma-uitreiking. En ze zijn er niet alleen trots op Mikko. Ik ben er gewoon ongelooflijk trots op als ik zie hoeveel leerlingen van ons, en het zijn er ontzettend veel, geslaagd zijn en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Ondanks de moeilijke jaren die ze hebben gehad. En ik ben ook ontzettend trots op de leerlingen. En dat is van de pro-leerlingen tot en met de VWO-leerlingen die we hebben. Want het geldt voor allemaal. En nu alle uitslagen bekend zijn, is ook duidelijk wat het slagingspercentage is dit jaar. En dat ligt met 96,7% iets hoger dan vorig jaar. Geen record, want dat werd 2 jaar geleden gevestigd. Toen slaagde 99,4% van de leerlingen. En dat hoge percentage kwam doordat de centrale examens waren afgeschaft vanwege corona en schoolexamens bepaalden wie er was geslaagd. Hoe dan ook, is het slagingspercentage van dit jaar hoger dan normaal. Maar dat is nog een na-effect van de coronaregels die leerlingen meer tijd gaf, een extra herkansing en de mogelijkheid om een onvoldoende weg te strepen. Wonen langs de Westerschelde zorgt niet voor meer PFAS in je lichaam. Dat was de boodschap van de GGD tijdens een digitale bijpaatsessie over de hoge concentraties giftig PFAS in de Westerschelde. Je krijgt het binnen via eten en drinken, maar het zit niet in de lucht. Sinds vorig jaar bekend werd dat er veel PFAS in de Westerschelde zitten, leven er zorgen over de gevolgen van de mogelijke kankerverwekkende stof op de volksgezondheid rond de rivier. De zorgen zijn niet onterecht, maar Zeeland moet zichzelf ook niet gek maken, vindt de GGD. Het is een probleem in die zin dat we daardoor hebben geadviseerd het RIVM om geen vis en schaaldieren te eten. Dus niks uit de Westerschelde, bepaalde delen daarvan, consumeren. Dus in die zin is het een probleem, want daarmee is het ook een economisch probleem. Maar het feit dat je naast de Westerschelde woont op zich is geen gezondheidsrisico. Die opmerking kan bij verschillende statenleden op onbegrip rekenen. Volgens D66 zet de GGD de Zeeuwse situatie op deze manier te simpel weg. Het gaat natuurlijk verder dan alleen maar wonen aan de Westerschelde. Als ik naar mezelf kijk, ik heb er ook heel veel in gezwommen, regelmatig op het strand gezeten. Dus die uitspraak die hij doet, dat er geen relatie is tussen de hoeveelheid PFAS in de Westerschelde en de gezondheid van Zeeuwen, die vind ik eigenlijk te voorbarig. Daar heb ik in ieder geval wel moeite mee in die zin. Dat betekent, als we die redenatie doortrekken, dat er eigenlijk nooit wat gaat gebeuren. En volgens mij moeten we ons daar nu echt tegen verzetten. Als het aan D66 en de SGP ligt, geven de Zeeuwse gemeente de GGD toch opdracht voor een bevolkingsonderzoek. Als je afgaat op de wethoudersposten in de 13 Zeeuwse gemeenten, zijn het niet de lokale partijen die hun verkiezingsresultaten het best hebben verzilverd. Maar zijn de SGP en de ChristenUnie de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maanden geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland. We keken naar de belangrijke portefeuilles ruimtelijke ordening. Hoe deel je de omgeving in? Woningbouw, een heikel vraagstuk nu. We keken naar de WMO, de zorg. En wie is de eerste loco-burgemeester? En daarnaast is er misschien wel de belangrijkste portefeuille, financiën. Die maak je een machtig bestuurder. Heel zwaar, een echte sleutelportefeuille is financiën. Want bijna alles wat je als gemeente bedenkt, dat kost geld. En wie de portemonnee in de handen heeft, die heeft daarmee meer zeggenschap dan de ander. Het gaat dus niet om hoeveel, maar om welke wethouderszetels. Kijk naar Middelburg, naar D66-wethouder Rutger Schoon is daar. D66 werd niet de grootste tijdens de raadsverkiezingen in maart. Dat werd PvdA GroenLinks. Maar toch heeft Schoones 3 van de 5 belangrijke portefeuilles in handen. Wonen, ruimtelijke ordening en die belangrijke post financiën.
Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk eindverantwoordelijk over het geld. Maar als ik als een soort potentaat over de gang ga lopen, dan denk ik niet dat ik heel veel bereik. Dus uiteindelijk gaan we in goed overleg kijken waar we het geld aan gaan besteden. En dan Terneuzen. Frank van Hullen van Top Gemeentebelangen heeft als enige in Zeeland 4 van de 5 belangrijke portefeuilles in handen. Financiën, wonen, ruimtelijke ordening en hij is eerste loco-burgemeester. Druk je dan andere bestuurders, andere partijen niet weg? Nee, dat doen we zeker niet. U weet zelf ook, als je kijkt in de begroting van hoeveel programma's er zijn en waar dan portefeuilles bij horen, dan zie je dat je met die 4 toch nog maar een beperkt deel van de portefeuilles beheert, om het zo te zeggen, of in ieder geval verantwoordelijk voor bent. Ik realiseer me dat elke portefeuillehouder toch even langs de afdeling financiën moet. Dat bent u, hè? Dat ben ik. Maar aan de andere kant is dat ook weer collegiaal bestuur. Maar nogmaals, ik mag die portefeuille wel beheren. En dat geeft wel aan dat je als Top Gemeentebelang een keus gemaakt hebt. Je bent door de kiezers gekozen, de 4e tot 5e periode achter elkaar. En dat betekent ook dat je voor de kiezers ook wat wil doen. Dus pak je de wat zwaardere portefeuilles. Naast wethouders blijken ook sommige partijen in Zeeland goede zaken te hebben gedaan. Zo heeft de SGP ChristenUnie relatief veel zware portefeuilles gekregen in verhouding tot het aantal kiezers dat ze trokken. En dat heeft te maken met senioriteit. SGP ChristenUnie heeft meer ervaring. Heeft ook meer ervaren mensen die ze als wethouder naar voren kunnen schuiven. Want dat speelt ook wel een rol. Je kunt in de onderhandelingen wel een zware portefeuille eisen, een sleutelportefeuille eisen. Maar dan vragen de andere partijen, en wie wil je daar dan opzetten? Heb je überhaupt iemand, een man of een vrouw, die wethoudersrol kan vervullen? SGP ChristenUnie heeft ook een landelijke, grote landelijke organisatie, 2 organisaties achter zich, waar mensen getraind worden. Waar mensen getraind worden op kennis, maar ook in het voeren van politieke debatten. Wie maakt in Zeeland de dienst uit? Meer weten? Kijk dan naar de cijfers op de site van Omroep Zeeland. Hey joeie, wat kijk je zit, ga je mee een eindje varen? Een kort en intiem optreden van Bart en Dennis van Raccoon bij de buitendienst van Goes. Daar werd vrijdagmorgen een tekst van de Goese band onthuld op de vuilniswagen. De zanger en gitarist vinden het fantastisch. Ik voel me echt vereerd. Na heel lang te hebben gewerkt bij gemeente Goes in een overbruggingsperiode tussen 2 cd's en eigenlijk platenmaatschappijzin. En een warm onthaal ook nog eens. En dan jaren later met veel succes nog steeds in diezelfde band zitten. En dan op de vuilkarren van je eigen lieve leuke stadje mogen pronken. Ja, dat is wel een epitaaf. Is dat voor jou? Ja, voor mij geldt het precies hetzelfde. Ik zie er ook nu al naar uit om op een onbewaakt ogenblik zo'n kar tegen te komen. En dan denk ik, oh ja, toch een warm gevoel in je hart te krijgen van het eerbetoon wat het toch is. Volgens de gemeente zijn de teksten naast een eerbetoon aan de band ook een ode aan de mannen en vrouwen van de ophaaldienst. In totaal komen er 8 verschillende stukjes tekst op de vuilniswagens te staan. En dan was er vrijdag nog meer leuk nieuws voor de band. Want samen met zangeres Mo zijn ze in de top 40 binnengekomen op plek 29 met de single Dans mijn ogen dicht. En dat is wat ik nu ook ga doen. Nog een fijne avond en graag tot morgen.